Hans Klein. Wim Verknip. Aangenaam. Welkom. Welkom. Nou, wij hebben heel ernstige zorgen over de top van Oudorp. Wat er allemaal gaat gebeuren. Ja. Er zijn ontzettend veel projecten die op stapel staan. Ja, ja, ja. En wij zeggen, er moet een klein beetje een balans in komen. Ja, ja. We hebben een folder nu huis aan huis bezorgd. Misschien heeft u hem al of heeft u het in de krant gelezen. Ja. Wat vindt u daar nou van? Ja, kijk, ik heb hem. We volgen het al een tijd eigenlijk. Ja. En zo van de week ook weer over de Toren van Babel op de Brouwersdam. Wat we altijd afschuwelijk hebben gevonden. Dat we denken, hoe krijgen ze daar toch toestemming ooit voor? Ja. Vroeger moesten de standtent altijd laag blijven. Ja. Ja. En nu opeens is er die hele hoge toren. Ja. Nou ja, het blijkt ook een doorslaand succes te zijn. De boel is failliet. Ja, ja. We zagen ook nooit mensen daar, eerlijk gezegd. En zo vinden wij ook een beetje zo al die plannen die er dan zijn. Ja. Dan denken we steeds van, hoe bestaat dit toch eigenlijk? Hoe kan het nou dat dat ooit wat wordt? Hè? Dat zijn hele opgeklopte verhalen allemaal, vinden wij. Gedaan door zeer rappe en gladde verkopers. Mijn vrouw, de tekst is altijd, ze brengen de natuur terug, terug in het, ze brengen het strand, de duinen terug in de natuur. Terwijl dat ze natuur vooraf gaan graven en gaan omwoelen. En, nou ja, als je het nieuwe park ziet, dan... Wat vindt u nu van dat nieuwe park? Ja, dat nieuwe park... Want dat is nog maar deels klaar, hoor. Ja, ja, dat hebben we begrepen. Ja. Dat moet kolossaal worden. Ja, ze zijn nu met de fase Kleppenduinen zijn ze bij. Ja. Het is gigantisch wat er nog komt. Ja, dit is eigenlijk nog maar een derde of zo. Ja, dit is nog maar, misschien nog maar een derde. Ja, ja, en als dat nou de natuur terugbrengen is in de duinen, dan maak ik me toch erg veel zorgen om deze mensen, wat hun natuur vinden. Ja, en nu bouwen ze nog maar gewoon woningen. Ja. Maar u zult misschien wel weten dat het daar ook appartementen en mogelijk misschien zelfs hotels gaan bouwen. Ja, dat is dan weer een stukje verder bij Strand Noord. Precies. Ja, ja. Waar dat grote parkeerterrein is. Ja, ja, klopt. Ja. Ja, 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 heel raar. Het wordt een beetje de Belgische kust. Ja, precies. Nou, daar zijn we laatst geweest. Ja. Er is niets afschuwelijker om te zien als daar. Nee, precies. En het mooiste is dat je hier Belgen ziet komen, die hier graag op vakantie gaan, vanwege die ongelijkheid. Omdat ze daar weglopen. Nou ja, omdat het daar natuurlijk geen gezicht is. Nee, de rust in de ruimte is daar weg. Ja. En waar wij ons ook zorgen om maken is, het is allemaal zo hoog in prijs. Ja. He, ik geloof dat ze voor een nicht van ons die heeft gehuurd en die betaalde €1700 voor 9 dagen. En als je dan eigenlijk ziet wat je krijgt, dan lag nog geen informatiepakketje voor je klaar. Nee. He, dat is dan hun idee van gastvrijheid. Ja. Ja. En het is gewoon een huisje en of dat nou €1700 waard is, dat betwijfel ik op zeer. Ja. En hoeveel mensen kunnen dat nou dadelijk gaan betalen? Is dat niet veel te veel? Veel te veel. Ja, ja. En wat denkt u nu van het park wat ze nog gaan bouwen tegenover Hotel Duinzicht? Want daar komt een gelijkwaardig park met een heel hoog appartementengebouw. Ja, laatst stond er op Facebook daar een bepaalde impressie van. En de onbegrijpelijk. Onvertelbaar, hè? Echt onbegrijpelijk. Ja, ja. Ja. Ik denk dat we niet moeten slapen en daar toch echt wat tegen moeten doen. Ja, precies. Ja. Nou, wat wij zeggen is, er mag best een hoogwaardige recreatie in Oudorp zijn. Ja. Maar er hoort ook een hoogwaardig landschap hoort daarbij. Precies, precies. En dat moet een evenwicht, moet dat gebracht worden. Ja. Ja. En we hebben nu een landschapvisie geschreven, die hebben we ingediend bij de gemeente. Okay. En we hebben toch wel de indruk dat partijen ook weer nu na gaan denken, laten we nu eerst maar eens een visie op papier zetten voordat we verder gaan. Ja, ik had een beetje een idee dat, want de politiek die zit in Middelhannes, heb ik begrepen, dat die afstand een beetje te groot werd. Ja, en toch heb ik afgelopen februari heb ik een rondrit gedaan met raadsleden langs de hele kust, vanaf Strand Noord tot notabene aan Potje Landen toe. Ja, ja. En inderdaad, er ging een wereld voor ze open. Ja, gek, hè? Ja. Je ziet ook die ontwikkelingen eigenlijk allemaal ontstaan zijn na de gemeentelijke herindeling. Ja. Wat ik ook denk is dat de rust in Oudorp gaat verdwijnen. De winkels zullen open gaan, denk ik, op zondag. Daar is natuurlijk een hele grote gemeenschap in Oudorp. Dat is een bijkomende zaak. Ja. Dat de identiteit van Oudorp, die gaat weg. Ja.
Maar die hele grote gemeenschap in Naarden, die maakt zich ook heel ernstige zorgen over de zondagsrust. Toch wel? Ja, ja, zeker wel. Ja. 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 Dus we moeten zien dat we een balans weten te vinden. Ja. Volgens mij was er binnenkort een avond. 25 oktober, dan hebben wij een avond. Ja, die had ik in mijn agenda staan. Om 9:30 in het dorp Tiende. Okay. Dan is iedereen van Oudorp uitgenodigd, maar ook de recreant. Ja. Maar ook half acht. Ja. Ja. Maar ook alle mensen van alle woonkernen van het eiland. Okay. Er zijn ook ontzettend veel mensen die van het eiland die hier met vakantie komen. Ja, precies, maar die ook elke dag gewoon komen fietsen. Ja, ja, nooitje komen fietsen. Ja, dus al die mensen hebben er belang bij dat die natuur de natuur blijft. Nou ja, ik hoop dat Oudorp in ieder geval geen pretpark wordt. Nee, dat hoop ik zeker. Dat we de rust hier kunnen blijven vinden. Ja, ik vind daarvoor zijn we hier. Ja. En ik zal er zeker zijn. Fijn dat u even tijd voor ons had. Dankjewel. Dankjewel. Oké. En fijn weekend. Ik hou hem. Oh ja.